Het is 1923 en we tekenen het verdrag van Lausanne aangaande de Eerste Wereldoorlog. Ik heb een artikel hier, in Turkije, uit 2003 en daar wou ik graag een stukje uit voorlezen en daarna jou een paar vragen stellen. Prima. Turkije heeft geen territoriale claims op de buurlanden, heet het sinds 1924. Maar toch duiken ze geregeld op, zoals nu, tijdens de mogelijke aanloop met Irak. Van een oorlog. Met het Verdrag van Lausanne in 1923 werden de grenzen van de huidige Turkse Republiek vastgelegd. Daarmee konden de Turken, verslagen in de Eerste Wereldoorlog, dik tevreden zijn. Want met Lausanne verdween het gehate Verdrag van Sèvres uit 1920 in de prullenbak. Sèvres was aan Turkije opgelegd door de overwinnaars, de Britten voorop en voorzag in een afsplitsing van grote delen van het voormalige Ottomaanse Rijk. Grieken, Italianen, Britten, Fransen, de Europeanen, Koerden, Armenen en Russen verdeelden de koek. Alleen door de geslaagde afloop van de onafhankelijkheidsoorlog wisten Mustafa Kemal Atatürk en de zijnen de geallieerde grote concessies af te dwingen. Hetgeen resulteerde in het verdrag van Lausanne. Daarbij verdween de geplande onafhankelijke Koerdische staat in het niets. Dit is een artikel uit 2003. Toen dreigde er oorlog tussen Turkije en Irak. Uh, het gaat vooral over uh, dat gebied rondom Mosul, waar het in de grond stikt van de olie. Ja. En um, uh, er schijnt een gerucht te zijn, hè, want we komen zo meteen in het artikel. Gaan we even verder komen nog in 1926 uit, waar ook nog weer wat gebeurt. Um, um, want de kwestie Mosul is geregeld in 1926 en is geen onderwerp op de agenda van buitenlandse zaken. Turkije voert geen politiek om grenzen te corrigeren en heeft geen plannen om dat standpunt te heroverwegen. Is dat zo? Nou kijk, uh, kijk als, je, als ik dat stuk lees, dan, onmiddellijk, dan val je bepaalde dingen op natuurlijk. Hè. Er wordt gezegd dat uh, er waren geen territoriale claims na Lausanne Turkije is wel gegroeid naar Lausanne. hij uh, is toegevoegd, een stukje Syrië. Daar is een referendum uitgeschreven. Nou, de bevolking daar wilde uh, bij Turkije horen. Nou, daartoe werd besloten. Dus hij werd toegevoegd. is een van de wapenfeiten van Mustafa Kemal Atatürk. En uh, ja, er wordt gesproken over onafhankelijkheidsaspiraties van de Koerden. Uh -huh. Kijk, dat ligt altijd gevoelig. Ja, ja. Zoals je weet. Ja, ik weet nog uit mijn jeugd dat je de grijze wolven... Ja. Goed, uh, het ging in die tijd het ging het met referenda. Uh -huh. Volgens mij gaat het nog steeds met, referendum, met referenda. Nee, kijk mee, naar, nee, niet meer in Nederland. Nou, kijk naar de Krim bijvoorbeeld, <laughs> ja. hè? Ja. Dan gaat het met een referendum. Um, kijk, er zou worden onderzocht of er ruimte was voor het organiseren van een referendum. Dus je bent nog in een, een enorme. Je was bent nog in een voorfase van het uitzoeken van mogelijke. Was de Krim onderdeel van het Ottomaanse Rijk? Nee. Maar uh, dus het uh, delen van het oosten, hè? dus uh, er zijn bepaalde uh, koerdische, koerdische separatistische organisaties, ook hier in Nederland. Uh, internationaal zijn ze bekend als de PKK, maar hier zijn ze een soort civiele tak, hè? Uh -huh. worden ze culturele centra genoemd. Uh -huh. nou, die hebben dan uh, ja, nog steeds de aspiratie dat er een koerdische staat komt en nu tegenwoordig zeggen ze, nou we willen uh, regionale autonomie. Ja. We hebben autonomie in bepaalde streken. Ja. Uh, zij, zien dus grote, uh, zij zien dat is dat grote. Ze zien dat Zuidoosten als een soort Koerdistan. Mm -hmm. uh, nou, goed. Want het dat... gaat om even voor geografisch voor ons. Zuidoost-Turkije, de grens met Irak. Ja. Volgens in, 19, in 1920 was dat eigenlijk een stippellijntje. Ja. Ja, dat gebied van, uh, waar, ze, waar ze dus uh, op gemunt hebben is, uh, dus, uh, dat is, vanuit mijn perspectief zeg ik dat, hè. Uh -huh. uh, vier landen, uh, delen uit vier landen, Syrië, het noorden van Syrië, uh, het zuidoosten van Turkije, het noorden van Iran en uh, een stukje van Turkije. Uh, en dus, een, stuk van Irak. Ja, een stukje van Irak. Ja, een stukje van Irak. Dus uh, vier landen bijeengenomen zou dan Koerdistan zijn. Kijk, in Noord-Irak uh, noemen ze het al Koerdistan, uh -huh. dus dat zou dan uitbreiden. En ja, Turkije probeert daar een stokje voor te steken natuurlijk. Die willen niet dat uh, ze belangrijke uh, strategische posities uit handen moeten geven. Uh, überhaupt, uh, er wonen veel Turken. Koerden worden ook als Turken gezien. Hè? Dus Turkse Koerden, Koerdische uh -huh. Turken. Je hebt heel veel uh, etniciteit in Turkije. Tjerkessiers, je hebt Lazaren, je hebt Koerden, je hebt uh, etnische Turken. Je hebt, uh, je hebt van alles. Ja. En, uh, dus, dus daar wordt, uh, dat wordt niet uh, vrolijk op gereageerd in het algemeen. En uh, nou goed dat is wat me opvalt. Hè? Onafhankelijkheid. Hè? Dat is zo'n Nederlandse. Hè? Dat is volgens mij de Volkskrant. Hè? Dat zal dan links zijn. Uh... Ja, na nou, 2003 weet ik niet. Toen las ik ook nog de Volkskrant. Toen vond ik dat ze nog wel. Dit is echt. Hier staat ook iets wat je niet vaak meer ziet. Van onze buitenlandredacteur. Oh, ja. Toen hadden ze nog iemand die daar naartoe ging. Ja. He? 2003, dus de, de, ja, ja, toen ja, haalden ja. ze niet alles zomaar klakkeloos ja. van het ANP ja. af, ja. ook niet bij de volkskrant. Ja, Hoorde dus kan iemand vanuit Jordanië zo naar Irak gaan. Ja, dat is allemaal één nat. Dat is gewoon, weet je, ja. de, je belt iemand daar en, ja. en, en je weet alles. Ja. Althans, ja. zo doet men ja, het, het voorkomen. He? Het is één land in principe. In, in de journalistiek is het allemaal wat ingewikkeld. In niemands land. Maar jij zei net iets, iets interessants. Je zei van. Ja. Feitelijk wordt er een. Er is een gerucht, een volkenrechtelijk en een grensrechtelijk gerucht. Ja. Dat als Irak als staat. Wat een staat was die eigenlijk pas ontstaan is na de Eerste Wereldoorlog. Hè? Ja. Dat, dat land bestond helemaal niet. Het nee. was natuurlijk het, het, het Persische Rijk. En. Dus dat land werd gecreëerd. Na de Eerste Wereldoorlog. Nou, Irak was wel onderdeel van, van het Ottomaanse Rijk. Ja, was, ja precies. Was ja. onderdeel van... En, maar, maar, ja. maar ook weer met claims vanuit Iran. Wat een soort Perzië was. Of ja. was Iran ja. ook onderdeel van het Ottomaanse Rijk? Uh, nee. nee, Iran niet. Nee. Wel het behoort, enige tijd. Maar ja, ja zo is dat het gaat. Hè? Dus het Ottomaanse Rijk is 623 jaar geschiedenis. Niet. Dat schuift allemaal op, hè. Ja. Dus in de loop der jaren. Ja, want, kijk, iedereen denkt natuurlijk dat... Uh, Grenzen zijn grenzen. Hè? Ja. Dat, 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 dat zit een beetje in de hoofden van mensen, want ze hebben die duidelijkheid nodig. Maar grenzen zijn natuurlijk ook maar allemaal fictie. Ja. Die zijn door mensen daar neergelegd. Ja. Uh, een, een, een wolf weet niet dat hij van Duitsland naar Nederland oversteekt. Hij nee. loopt gewoon door een stuk bos, kan, hè, met het, kan het hem weinig interesseren. Uh, tenzij er een hek staat. Uh, nu staat er een hek bij Mosul. Hè? Er staat een grenshek. Mm -hmm. Maar jij zei: als Irak als staat uit elkaar valt. Dan is feitelijk het, dan bestaat het verdrag niet meer. Nee, want uh, hè, dus de, de belofte was, of nou goed, het vooruitzicht was, er komt een, uh, komt een Irak, er wordt een Irak, uh, Irak gesticht onder uh, Britse supervisie. In Lausanne, in uh, Lausanne werd dat uh, ja, vastgesteld. Ja, dus daar was die ruimte gelaten dat uh, over Mosul, de bestemming van Mosul en Kerkuk, hè. Ja. Dus een aantal uh, olierijke steden, gebieden. Mosul is eigenlijk een gebied, meer dan een stad in die tijd. Um, dat, dat dat nog voor, zou worden besloten. Hè. Dus de, die ruimte werd er gelaten om nog te onderhandelen. Hè. Dus uh, uh, dat, dat zou nog uh, moeten volgen. En uh, uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het uh, Verdrag van Ankara van 1926. En uh, nou, Irak is gesticht. Lijn getrokken. Lijn getrokken. de Turken bleven achter zonder die olierijke gebieden. Ja, van zonder die van. olierijke gebieden waar Turkije dus nog steeds enorm van of afhankelijk is. Turkije heeft dus geen of nauwelijks olie. Heel uh -huh. wat olie in, in Batman, in Diyarbakir. Ja. Wat, uh, wat, uh, wat, wat, uh, maar het zou handig zijn als. als... Heel weinig. Dus ongeveer, dat zal ongeveer uh, 5 à 10 procent van, uh, van de oliebehoefte. Uh, behoefte. Zal dat vullen. En de en die... rest moet uit het buitenland worden gehaald. Ja. Dus dat is ook de reden waarom Turkije een dus moet... gigantisch begrotingstekort heeft. En waarom die munt zo volatil is. Turkije moet zijn olie eigenlijk kopen van zichzelf, vinden ze. Wat nu in Irak ligt. En dat moeten ze in petrodollars afrekenen. Ja, dat zou je vanuit conservatief perspectief. Ja. Uh, dus als je dat vanuit het ottoma Ottomanisme beredeneert. He, je hebt een bepaalde referentie, een bepaald vertrekpunt. Als dat je vertrekpunt is. Dan is dat juist, dan en denkt Turkije zo. Zijn er veel mensen die zo denken? In, eh, ja, dat of, is dus, of stiekem zo denken ja, in, in, dus, in regeringskringen? Ja, zeg maar, zeg maar, ja, in regeringskringen denk ik wel, ja. Kijk, nou goed, kijk, ja. je wil. Het is niet dat dat, de, dat, dat plan A is of zo. He, dat nee. zijn, je hebt verschillende scenario's. He, de regio kan zich op andere manieren, verschillende manieren ontwikkelen. Maar dit is een van de scenario's, ja. Dus daar, uh, daar buigen uh, inderdaad... Uh, Want Irak ligt op zijn rug. Ja, dat is, nou ja. Ja, alhoewel. De, hè, het, is, het, is, het is instabiel. Laat het, het zo heeft rummen. dat een bestuur? Hè? Die, al, die al baghdadi is, uh, van, van ISIS, die, dat, dat is een, die heeft in Irak in de gevangenis gezeten tijdens uh, de invallen van de, van, van, van de legers van, van Bush. Ja. En, en de Nederlanders waren daar ook bij, uh, bij betrokken, hè? Bij, ja. bij, bij, daar in Irak. Um, Wat ook een uh, heet hangijzer is overigens hoor. Dus uh, de invasie van uh, dat, dat is een van de redenen waarom het uh, op dit moment uh, ja, niet vlekkeloos is. Uh, gaat. Eigenlijk die relatie tussen Turkije en, uh, en, en nou Amerika, die verslechtert het eigenlijk. Ja. En dat en, is één van de maar, maar ook met Nederland? Um, nou kijk, Nederland is wel, uh, die heeft uiteindelijk wel geschikt hè die heeft wel Bush gevolgd uiteindelijk. Toen was het kabinet Balkenende. Die hebben uiteindelijk wel toegezegd uh, deel te nemen aan een missie in het zuiden. Ja. Want uh, dus de Verenigde Staten zijn uiteindelijk die hebben die invasie vanuit het zuiden gepleegd, uh -huh. waar ze eigenlijk aanvankelijk vanuit het noorden wilden binnenvallen. Uh -huh. En de steun van Turkije zochten. Ja. Het Turkse parlement heeft dat afgewezen. Ja. Dus Turkije was terughoudend in die betrokkenheid, uh -huh. want het was, was inderdaad geen volkenrechtelijk mandaat, hè, een VN-mandaat, uh -huh. om dus het land binnen te vallen. En de uh, Weapons of Mass Destruction, ja. dus WMD's. Ja. Um, nooit gevonden volgens nee, mij. Nee, die nooit zijn gevonden. Dus er was geen mandaat. Hè? Dat is allemaal betekent gefinieerd. ook weer niet dat ze er niet zijn. Uh, misschien zijn ze wel gevonden, maar is het weer niet. niet oh, nou, je, je, kunt altijd speculeren. je kunt altijd speculeren. Maar dat ja. mandaat dat ontbrak dus, dus. Ik ga even voor de We Weten Het Niet nee. kaart. Goed. Uh, vanuit het uh, zuiden uh -huh. heeft Nederland dus, uh, nou, heeft dus een soort uh, uh, veiligheidsmissie. met ongeveer duizend militairen heeft het toegezegd. Ja. En daartegenover tegenover kregen natuurlijk een mooie positie als uh, VN-secretaris uh, generaal. Ja, dus, dus en, en of, uh, je hebt, je hebt de natuurlijk NAVO-secretaris generaal ook de belangen van Shell daar in Irak. Voilà, ja. en, uh, en, en de Britten gaan mee vanwege British Petroleum. Ja. En um, uh, het, dat, daar speelt daar natuurlijk in dat gebied verschrikkelijk veel. En, en ik wilde toch eens met jou dat daarover hebben. Over. Uh, Twee geruchten die er eigenlijk gaan. Hè? Dat honderd dat, dat jaar na dato dat er nog eens gekeken zou worden naar van is dat verdrag nou eigenlijk wel uitgepakt zoals, het, uh, zoals we het voor ogen hadden. Mm -hmm. En als Irak dus een, een bende is, dan zou Turkije kunnen zeggen, nou wij zijn een stabiele staat. En wij nemen de. Uh, de Bemoeienis, of ze het nou inlijven, mm -hmm. of dat ze zeggen: wij gaan, daar, wij gaan daar die olie op pompen en die, en die olievelden beschermen. Ja. Want het wordt natuurlijk, de hele tijd wordt daar nu illegaal afgetapt. Um, door allerlei groeperingen. En dat ze zeggen: van nou, we nemen dat in handen en we gaan dat ook gebruiken om, om Turkije sterk te maken. Zou dat. Huh? Zou dat gevolgen kunnen hebben voor, um, voor de wereldpolitiek? Kijk, zoals ik al zei, dat is één van de scenario's. En dus je weet hoe dat gaat. Hè? Dus als je op een gegeven moment uh, dicht op Irak zit en als je op een gegeven moment uh, nou ja, missies uh, uitvoert om inderdaad de PKK op te rollen, uh, Kandil, de berg Kandil. En je hebt uh, nog een aantal andere bergen. Uh -huh. Berggebieden waar de PKK, uh, dus de internationaal erkende terreurbeweging, die daar schuilt. Ja, ook weer uh, namens de Verenigde Naties die die grens überhaupt ooit getrokken hebben. Ja, dus Turkije infiltreert, hè, dus uh, treedt uh, binnen en is actief in die bergen. En Turkije heeft natuurlijk de afgelopen jaren uh, flink geïnvesteerd in drones. Dus ja. Turkije is in de lucht, uh, goed, niet meer afhankelijk van straaljagers, uh -huh. maar kan ook gewoon drones sturen. Uh -huh. En uh, nou, daar investeert Turkije flink in, dat is één van de voorlopers internationaal uh -huh. in dat gebied. Uh -huh. En dus je ontwikkelt iets, hè. Dus Het uh, is een bepaalde vertelling die zich nu uh, eigenlijk ontwikkelt. Uh -huh. En uh, nou ja, het gaat die kant op. Dus hoe ver ga je rijken? Dus je zit nu, laten we zeggen, 50 kilometer in Irak, in die bergen, in die bossen. Um, om ja, de terreur te bestrijden, om de officieel. Te bestrijden. Maar, ja. maar toevallig ligt daar ook heel veel olie. Ja, toevallig ligt. Eh, goed, hè, er ligt olie. Turkije is van olie afhankelijk. Maar um, ja, dus je gaat niet. Uh, uh, ik denk niet dat Turkije zo'n offensieve strategie heeft. Nee. Dus het is afhankelijk van of die. Semi-diplomatiek. Uh, of, die land, of dat land nog steeds stabiel blijft. En als het instabiel wordt, ja, dan is Turkije, jij noemt dat een stabiele, Turkije is een stabiele staat, noem jij, noem jij het? Uh, Althans, ik denk dat, dat, ja, nou dat goed, je he. dat zou kunnen stellen ja, ten, Turkije... opzichte, ten opzichte van hoe rommelig Irak nu nee, in, in geworden is. Ja, in dat perspectief uh, ziet, zou Turkije zich als een beschermstaat, een beschermheer kunnen zien. In, in Turks noemen ze dat garanteurdeulette, ja. garanteur. Dus je hebt dan minderheden, ja. en zo werken de Russen natuurlijk ook, ja. je hebt dan minderheden, Turkmenen, ja. En je hebt dan Koerden, daar kun je ook over ontfermen. Dus afhankelijk van de geopolitieke situatie daar. Stel dat Baghdad afstand doet van, van Noord-Irak. En problemen krijgt met Noord-Irak. En de afgelopen jaren is dat regelmatig gebeurd natuurlijk. Uh -huh. Ook met het referendum in Noord-Irak uh -huh. voor onafhankelijkheid. Nou, dan lopen die spanning op. Dus als op een gegeven moment Noord-Irak een beschermheer zoekt. Uh -huh. Dat kan, kunnen de Verenigde Staten zijn, uh -huh. maar dat kan bijvoorbeeld Turkije ook zijn. En, en, en heeft, heeft het feit dat Erdogan eigenlijk een soort alleenheerschappij naar zich toe heeft gehaald de afgelopen jaren, heeft dat iets te maken met het feit dat hij voorziet dat Turkije straks een serieuze we wereldmacht wordt op het moment dat zij. Uh, uh, zich ontfermen over de. Ja, ik denk dat het gevaarlijk is om met dat soort gedachten al een politiek te ontwikkelen. Kijk, het speelt natuurlijk in je achterhoofd, dat je natuurlijk een Ottomaanse Rijk bent geweest. Er ligt in je achtertuin of in de tuin van de buurman, ligt dat puntje, ja. wat ooit bij jouw tuin hoorde? Ja, weet je wat, het, er, er is heel veel kennis van die regio. Ja. De, de taal spreek je, je hebt uh, dus historische kennis, je hebt uh, geografische kennis. Het Turkse ja. leger investeert natuurlijk in het verkennen van die gebieden. Dus die kennis die is er, en dus je weet welke stappen je zou moeten nemen. Uh -huh. Dus dat is een historisch geheugen. Uh -huh. Dat is een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld Vlaanderen. Eh, wij kennen ja. dat als Nederlanders natuurlijk. Ja. Of um, uh, goed, uh, Limburg is natuurlijk bekend voor, uh, voor uh, Luxemburg of voor Duitsland. Ja. Uh, de, uh, afhankelijk van uh, uh, dus welke kant op zal gaan, zal Turkije natuurlijk stappen nemen. Dus Turkije, ik denk dat Erdogan uh, schaakt op verschillende borden, wat dat betreft. Wat ja, en, hij kan, betreft. En, en het is natuurlijk heel logisch dat hij ook weer zijn mening misschien herziet als er ineens wat anders gebeurt. Ja, dus het is, het is een, een stap voorwaarts, een stap achterwaarts, twee stappen voorwaarts. Dus mm. het, 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 ja, het is het is. Het is Um, dit hadden we ook niet voorzien. Hè. Er zijn wat operaties geweest in het noorden van Syrië. Uh -huh. uh, operatie Olijftak in Afrin, in de provincie Afrin. Uh -huh. En de Eufraatschild, uh, zeg maar iets meer uh, naar het oosten. Dus die operatie die waren ook niet voorzien. Maar Turkije zit nu ook in Syrië. Is ja. ook in Syrië actief. Is dus ja. in Syrië actief, in Irak actief. Ja, en uh, het valt te bezien welke kant dit op gaat. Ja, want je wilde het ook nog hebben over dat, dat, dat concept Syrië. Een groot, groot deel van Syrië was ook onderdeel van het Ottomaanse Rijk. Ja. En voor de kust van Syrië is een, een grote oliebel gevonden in 2005. Ja. En er is wat, wat gedoe ontstaan, want dat is volgens mij toegekend aan een, aan een Russische. Hè, de, de, de concessie om daar te mogen boren, is, is aan Russen verkocht. Ja, het is op uh, bijna steenworp afstand van Latakia, hè, de, de Russische basis daar. Ja. Dus dat is, uh, dat is licht voor de hand mm -hmm. onder met Russen. Want het moet, iemand moet een vergunning krijgen om op een gegeven moment die verkenning uit te voeren en ja. uiteindelijk te gaan boren. Ja. Nou, dat zullen, nou, het is niet alleen dus uh, daar bij Latakia op die hoogte, uh -huh. maar die hele oostelijke Middellandse zee regio, ja. daar is ontzettend veel natuurlijke uh, natural gas, uh, ja. dus, uh, aardgas. Ja. Uh, dus uh, Israël heeft natuurlijk een uh, uh, grote reserves aangeboord daar. Uh -huh. uh, um, het olieveld uh, Leviathan. Uh, Egypte met de Zohr, uh, Z-O-H-R. Uh, Olieveld uh, gevonden, gigantische reserves aan En uh, Turkije is ook rondom Syrië, of rondom uh, Cyprus. Uh -huh. uh, ook een beetje richting Syrië, is Turkije ook uh, verkenning, uh, verkenningswerkzaamheden uitvoeren, Exxon Mobile. Uh -huh. Dus een, even een vergunning van, uh, de, uh, in, vanuit Nederlands perspectief Syrische, uh, Cypriotische, Cypriotische regering, uh -huh. vanuit Turks perspectief, Zuid-Cypriotische regering, uh -huh. heeft Exxon een vergunning om daar ook uh, verkenningswerkzaamheden te uit te voeren. En niet heel ontoevallig, of niet geheel toevallig, uh, is de uh, zesde vloot van de Verenigde Staten nu ook daar aanwezig. Waar aanvankelijk uh, de Italiaanse ENI uh -huh. -N -I, uh -huh. die vergunning had gekregen, uh -huh. maar Turkije heeft uh, hen de pas afgesneden om dat gebied te bereiken. Nou ja, tegen een uh, zesde vloot van de Verenigde Staten kun je natuurlijk weinig uitrichten. Dus nu is de Verenigde Staten met ExxonMobil daar actief. In plaats van Italië met E.N.I. &E. Maar dat, dat, dan lijkt het toch wel verdacht veel op gewoon... ouderwets kolonialisme en grondstoffen halen en... Ja, het is grootpolitiek. Het is, het is grootpolitiek. Groot dus we hebben natuurlijk allerlei concepten als... Uh, goed, uh, die structuren die, die bestaan nog gewoon, hè. Dus je hebt natuurlijk Verenigde Naties. Ja. Je moet een bepaalde regelgeving voldoen. Je hebt de territoriale wateren van elk land. Dus ja. iedereen heeft een bepaalde zeggenschap. Uh -huh. uh, je hebt internationale wateren en wat daartussen is, dat, dat noemen ze dan EEZ, exclusieve economische zones. En uh, ja, daar wordt over gestreden. Uh -huh. Wie welke, uh, welk onderdeel van die uh, exclusieve economische zones uh, vergeven krijgt. Het is een soort van risk met stratego en monopolie in ja. één spel. Ja, het is echt een, een spel uh, ja, in de hoogste politieke regionen die in de hoogste politieke regionen worden En uiteindelijk gaat het, om, gaat het om het zwarte goud. Ja, zou je kunnen zeggen: zwarte goud, aardgas. En aardgas. Aardgas, ja. Energie eigenlijk. Hè? Energie, ja. Kijk, en je weet op voorhand dat Turkije natuurlijk een gigantisch begrotingstekort heeft. Uh -huh. Dat is de reden waarom die munt zo volatiel is. Uh -huh. Zonder Turkije dus moet importeren. Dus als die olieprijs omhoog gaat, ja. Ja, dan heb je een probleem. Dan gaan ja. de kosten omhoog en dan krijg je inflatie. Dus als Turkije op een gegeven moment die. Eigenlijk zou een leider, of dat nou Erdogan is of niet, die zou de belangen van de Turkse bevolking het beste dienen door een minder afhankelijkheid van andere landen op het gebied van olie en aardgas. Ja, ja op dit moment uh, bijvoorbeeld 50% van, uh, van de aardgas wordt uit uh, Rusland geïmporteerd. Mm -hmm. Turkije is afhankelijk van Rusland. Uh, Iran ook tot 20%, maar de nou, Verenigde Staten heeft dat nu verboden. Mm -hmm. om uh, uh, dus, uh, Maar juicht juich, juich, een volk dan als, als je middels uh, uh, wat voor wijze dan ook, diplomatie of, 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 of annexatie, dat je het land sterker maakt. Ik bedoel, hè, dat je kunt zeggen wat je wilt van, van, van zo'n Donald Trump, uh, maar hij, hij verdedigt in zijn optiek de, de, de belangen van de Amerikanen. Ja. Dat gaat wel ten koste van de belangen van allerlei andere mensen. Ja. Ja, je, je bent geneigd om dat te denken dat uh, vooral uh, rechts, uh, rechtsstemmers daar blij van worden, maar niets is minder waar omdat je natuurlijk een, een, een bijvoorbeeld van Syrië als Syrië instabiel is. Kijk, het zou misschien als die landen stabiel blijven met de Turkse komst, uh -huh. dan zou dat misschien worden toegejuicht. Uh -huh. Maar als het uh, ten koste gaat van die bevolking en dat er een migratiestroom op gaan krijgen. Uh -huh. Kijk, in Turkije, Turkije heeft 3,5 miljoen uh, Syriërs opgevangen. Yeah. En die mensen die zijn het land ingelaten. Yeah. Dus die zie je overal op straat. Als je naar Istanbul gaat, je zie je overal Syriërs. Yeah. In Ankara als je het centrum in Oulu's rondloopt, allemaal Syriërs, sommige bedelen, andere die uh, beginnen een horecazaak. En wat, is, wat, 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 wat voor weerslag heeft dat op de Turkse samenleving? Uh, zet het behoorlijk onder druk en uh, er zijn veel spanningen in Turkije. Uh, kijk in Nederland we, we hebben 50.000 50 Syrische vluchtelingen, minder zoals, uh -huh. volgens mij 30.000 Syriërs of zo. Uh -huh. nou, we worden daar nerveus van. Uh -huh. uh, Turkije heeft dus 3,5 miljoen. Uh -huh. Syrië is opgevangen en nou ja, dat zijn dan moslims hè, dus die kun je wel inpassen maar die denken heel anders eigenlijk want in de islamitische wereld heb je enorme uh, verschillen van zienswijze Maar zijn er en, toch ook heel veel christenen kijk... in Syrië? Ja. Of zijn die allemaal uitgeweken naar, uh, naar West-Europa? Uh, 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 christenen? Dat wil ik eigenlijk niet zeggen. Ik denk dat veel ook in Turkije zijn maar uh, ja, ik denk heel er zijn veel zijn heel naar veel Libanon van... getrokken Er zijn ook ik? veel vermoord geloof ik Ja, nou, Veel vermoord maar ook veel zijn naar Libanon getrokken Ze zijn zuidwaarts gegaan hmm. En wat denk jij dat, dat er in Syrië nu gaat gebeuren? Hoe het, uh, het zich gaat ontwikkelen vanaf want nu? Vanaf, vanaf nu? Wat, wat, het, ja, het gaat nu in principe om één provincie, hè? Dus, ja, uh, ja, en, Idlib. Ja, en daar, daar, bevindt, en, daar uh, zijn da nog gevechten ja, met... Ja, daar zijn veel djihadisten, die dus, ja. uh, ook, ook Nederlanders die daar uh, vechten. Maar die zijn dus uit, uit, uit heel Syrië zijn die eigenlijk naar uh, uh, Idlib gedwongen, ja. zijn dus gedreven. Uh -huh. En uh, ja, dus, daar heb je ook overbevolking nu, maar die mensen die zitten nu een beetje gevangen. En uh, met die uh, vredesoverleggen uh, tussen uh, Rusland, Turkije en uh, Iran, uh, de Astana uh, onderhandelingen, het vredesproces van Astana, uh, Sochi, is afgesproken om dat Turkije met die jihadisten zou gaan praten om hen te dwingen de wapens te leggen. Astana is wel een bijzondere stad hè, in Kazachstan. Uh, ja, hoe ze ik, ben, dat, ik ben nooit geweest. Hoe ze dat gebouwd hebben. Ik heb je er nooit geweest. Nee, heb je er nog nee. nooit iets over gelezen ook misschien? Nee, Van, ook uh, dat dat uh, een stad met de, een, nee. een, een, een ruimtevaartstation voor buitenaardse wezens. Oh. Ze hebben daar, ja, of de Kazachstani zijn helemaal gestoord, of ze zijn ja. zeer vooruitstrevend. Ja. Uh, uh, nee, de toekomst zal dus. De Russen en de, de, de Iraniërs en de Turken hebben dus afgesproken. Ik heb ze nog niet gezien, hoor, die buitenaardse wezens. Nee, nee, daar zullen we lang moeten wachten, denk ik. Ja, ik weet het niet. Um, dus, dus de uh, Turkije zal praten met die jihadisten daar, zodat zij zeg maar, in de discipline raken. Dus ja. gewoon luisteren naar wat de, uh, de garanteurs, dus die grootmachten, uh -huh. bepalen. Hè? Luisteren. Maar zij zeggen: nee, we willen absoluut een kalifaat. En we gaan er vol voor, we gaan tot het einde. He, dat, is natuurlijk die, dat zijn die fanatici. Uh -huh. Die willen niet luisteren. Hayat al-Tahrir al-Sham, HTS, uh, is een beetje een soort, uh, soort ISIS uh -huh. daar. Ja, ja, die, die zitten daar nu gevangen en die vechten tot het einde. En, en, wat voor, en die en, willen niet luisteren. Dus de Russen beginnen nu te bombarderen, omdat Turken niet in staat zijn gebleken uh -huh. om dus hen in het gereel te krijgen. Maar waarom, waarom willen zij een kalifaat? Omdat zij uh, romantici zijn, die verlangen naar het verleden. En die verlangen naar herstel van die begindagen van de islam, van de, de, de pure beschaving, van de tijd van de rechtgeleiden, de tijd van de profeet. Dus dat zijn een beetje de ja, te vergelijken met uh, misschien, uh, uh, nou, misschien te vergelijken met de bruinhemden van Weleer. Oké, okay. zo. Ja, ja echt, oké. Okay. Ja. Ja, waren, ja, waren dat romantisch? Ja, dat waren ja. romantische. Die, die ver verlangden natuurlijk. Dan zijn we weer terug in, in, die, in, in, die, in die verhoudingen van de, van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat, dat, dat heeft dus die periode, de afgelopen honderd jaar, dus, uh, heeft dus voor Turkije heel wezenlijk uh, iets tot stand gebracht... Ten aanzien van die grenzen waar we tot op de dag van vandaag eigenlijk mee bezig zijn. Dit artikel is uit 2003, ja. maar het is hartstikke actueel. Ja. Ja, kijk, uh, Overigens schrijft de Volkskrant, schrijft zo'n ja. kwaliteitsartikel niet meer hoor, met, met, ja. met historisch onderzoek, dat doen ze niet meer, maar... Ja. Ik denk Turkije is, is ik vind, Turkije, Turkije is enigszins vergeleken met Duitsland. Dus daar zit inderdaad de vereniging van die Duitse staten. Uh, st uh, staten. Ja. Uh, het is nu een Bondsrepubliek, hè, noemen ze dat volgens mij. Ja, Vrijstaat ja, Bayern. Ja. Die denken echt anders dan de jongens, boven, ja. boven, je hebt een, ook een witte worstegrens Ja. Dus, ook, hè? Het is een dus, federatie, hè? Ja. Dus uh, Turkije is een republiek. Uh, dat is een, federa een, een, goed, een federatie en een republiek uh, tegelijk. Ja. Dat zou Turkije dus in de toekomst ook kunnen worden. Ja. Dus er zijn bepaalde uh, provincies. Bepaalde politici. Uh, bijvoorbeeld uh, de, de PKK denkt nu ook een beetje eigenlijk aan een confederatie, ja. aan een soort Duitse systeem, ja. in, uh, in dat gebied te krijgen. Uh -huh. Dus die willen eigenlijk een soort autonomie nu. Dus die wil niet meer. Uh, zich afscheiden, niet meer, onafhankelijk Koerdistan. Niet meer vechten voor onafhankelijkheid, maar... Zeggen maar, dus dat ze willen worden, maar dan... Je voelt op je klompen natuurlijk dat het een eerste stap naar separatisme is. Naar ja, nou eigenlijk de discussie wordt natuurlijk wie, wie, wie beslist er over die olievelden. Ja. ja, dat zijn ook olierijke gebieden in Turkije. Dus de, de weinige olierijke gebieden vallen, zouden dan onder het Koerdische bestuur vallen. Ja. En uh, ja, dus vooral Noord-Irak, daar is natuurlijk heel veel olie te vinden. Ja, ja Mosul, Kirkuk. Man. Sulimania, enigszins. Dus. We, kunnen het, we zouden zeggen: van we volgen het op de voet, maar er is eigenlijk weinig over bekend. Er is weinig over bekend, en dat is natuurlijk ook een stukje verantwoordelijkheid van de Turken om dat bekend te maken. En die stappen die, uh, daartoe worden eigenlijk pas in de laatste jaren gezet, genomen. Uh -huh. Bijvoorbeeld TRT World, uh -huh. TRT World is, is opgericht, een soort Russia Today van Turkije. Uh -huh. Maar dan iets minder uh, uh, ideologisch. Uh -huh. dus wel gewoon uh, uh, objectieve journalistiek, maar af en toe zie je dus. Er zit ook propaganda bij. Nou, af en toe zie je dus, dan gaat het ineens over Afrin. En dan is ineens iemand in het veld. Ja. en dan is er dan natuurlijk het Turks, pers Turks perspectief wat je ziet. Ja. wat wordt verteld. Ja. Dus objectief nieuws, Turks ja. perspectief. Ja. objectief nieuws, Turks perspectief. Ja, ja want de, dus zo de, vertel je natuurlijk je ik, verhaal. Ik, ik, ik zal een bekende. Dus TRT World, dus volgend. Oké, okay, volgend. Ja. Helder, ik heb alle tijd van de wereld. Um, de, um, een belangrijke zin waar ik, uh, die ik nog aan je voor zou willen leggen. Om daar iets van uh, te vinden is dat, kijk, als je zegt dat de PKK wordt. wordt Internationaal gezien als een, als een terroristische beweging. Maar mm -hmm. uh, zij vechten voor een onafhankelijk Koerdistan. Mm -hmm. En het behoud van uh, de rijkdommen van het grondgebied waarvan zij claimen... ...wij wonen hier, onze volk, ons volk woont mm -hmm. hier al duizenden jaren. Mm -hmm. uh, ik ken de zin, de een zijn terrorist, is de ander zijn vrijheidsstrijder. Kijk, het is een hele moeilijke discussie, want uh, hoe ver wil je dat doortrekken? Want je, bijvoorbeeld in, in, in Spanje heb je de Catalanen natuurlijk, mm -hmm. heb je de Basken, je hebt, een, uh, je hebt ja. natuurlijk het probleem met uh, in Ierland, Noord-Ierland, uh, die problemen daar. Je wil eigenlijk, een, een, ja, hoe ver wil je eigenlijk landen opdelen? Ja. Wil het allemaal kleine kikkerstaatjes worden? Of willen we een eenheid? Of willen we dus eenheid? Dus dat er, dat er is, dat is, het blijft een politieke discussie. Want in Turkije, jij noemt dat Erdogan dus een alleenheerser is geworden. Zo noem jij dat. Zoals wij dat zien is Turkije een centrale eenheidsstaat uh -huh. geworden meer een centrale eenheidsstaat geworden dan voorheen. Je kan het ook decentraal regelen, zoals in Nederland. Uh -huh. Een decentrale eenheidsstaat met meer bevoegdheden in de ja, gemeenten, nou in de ja, provincies. Goed, goed, je ziet dat dat dus politieke discussie. Nederland is onderdeel van Europa en natuurlijk feitelijk gewoon bestuurd wordt vanuit Brussel. Nou, hoe ver wordt het bestuurd? Ja, goed, ja. Ja, op bepaalde punten, ja, significant, ja. ja we, we, hebben, we hebben één Europese munt en, en, en dat smeermiddel, dat... dat, dat, dat ja. Vind je in je dagelijks leven overal terug? Ja. Dus, dus die, die. Maar, dat is een maar de... volgens mij is het wel belangrijk dat nu, zeg maar, in een geop, als je vanuit geopolitiek perspectief bekijkt, belangrijk dat, de EU wel, dat er wel een sterk Europa staat. En de EU is een middel daartoe. En, te... en is, is, is in jouw ogen Turkije onderdeel van Europa? Turkije is sowieso geografisch onderdeel natuurlijk, omdat het, 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 het westen van Istanbul is onderdeel van Europa. Uh -huh. En Het oosten is Aziatisch. Uh -huh. Dus je hebt een soort. Uh, Eigenlijk is Istanbul de grens tussen Ereb en Acer? Uh, die ken ik niet. Dat zijn <laughs> Phoenicische termen. Acer uh, is uit Azië. Yeah. Uh, de term Azië komt van Acer, oh, ja. uit, uit het En Ereb is uh, Europa. Europa. En Dat uh, betekent het avondland en het ochtendland. Ja. Ja, fascinerend. Volgens mij is Istanbul het enige, de enige stad die inderdaad Europa en Azië in tweeën... De Hagia Sofia is eigenlijk de navel van de aarde. Ja, wat, wat dat betreft is, is Istanbul, of de historische Constantinopel, het Byzantium, is wat dat betreft uh, inderdaad een symbool voor uh, de scheiding tussen... Ja. Het scheidpunt, het, het, het scharnierpunt ja. tussen oost Europa en en Azië, oost en west. En kijk, Ankara bijvoorbeeld, ja. uh, waar mijn familie vandaan komt, dat is west. Dat is dus oost. Dat is wat meer binnen, binnenge de, is de binnengelegen, ja. Ja, oh ja. Meer oostelijk. Ja, dat is dus Azië. Mm -hmm. En uh, die verschillen, die merk je. Dat merk je. Dus qua klimaat, als je in Istanbul bent, dat is een soort Europees klimaat. Je hebt het gevoel dat je in Parijs, uh, Berlijn uh, bent uh -huh. en een beetje. En, een en in Ankara ]achtig. heb je. Het Ankara is het wat droger. Ja. Het is wat bergachtiger. Uh, het, is wat, uh, ja, het klimaat is anders. Uh, ja, dat, dat voel je. Dus daar, vooral in de zomer, merk je dat. Oké. Okay. Dus, dus de, ja, de Turkije ja, is een land uh, met verschillende gezichten. Ja. Dus het Europese gezicht, dat is dus Istanbul. Dus, dat is eigenlijk de. Ja, ik zou zeggen de facto hoofdstad van Turkije. Uh -huh. Maar Ankara is om strategische redenen de hoofdstad gemaakt. Ankara heeft geen rivier. Het is heel moeilijk om die stad te bevoorraden. Uh -huh. Maar ze is wat meer binnengelegen, dus dat kun je makkelijker verdedigen. En Istanbul heeft dus de Bosporus. En uh -huh. Dus alle grote steden hebben natuurlijk een, een centraal liggend rivier. Uh -huh. Dus uh, ja, ik denk dat we in de toekomst dat Istanbul ook wel weer hoofdstad zal worden. Uh -huh. dus misschien over uh, 50 jaar, 100 jaar. Okay. Dus afhankelijk van hoe de Balkan natuurlijk zich ontwikkelt. Dus als je wat jij net beschrijft over uh, de situatie of waar we ook over hebben gehad in Irak, in Syrië, dus als Turkije een beetje die gebieden gedwongen is hè, uh -huh. gedwongen is in te trekken. Zo zal natuurlijk de Balkan natuurlijk ook uh, problematiek kunnen kennen. Waardoor Turkije wordt gedwongen om bijvoorbeeld richting Bosnië te gaan. Of uh, richting uh, uh, Albanië te gaan of Kosovo. En uh, ja, dat is de vraag hoe de, ja, de grillen daar. Uh, ja, hoe, hoe de lokale bevolking daar dan weer op gaat reageren. Ja, ja want daar is het natuurlijk uh, ook heel instabiel. Hè, in, ja. uh, in de Balkan. Ja, blijft ja. het instabiel? Ja. Ook met in Rusland die zich daar inmengt, natuurlijk met Servië, Tjonge. Servië van Wapens voorziet, Kosovo, ze dus blijft instabiel. Ja, en als dus Europa hebben we daar natuurlijk ook een behoorlijke kluif nog aan. Ik hoop dat we dit gesprek over een jaar over kunnen doen. En eens kijken hoe we er dan bij staan. Ja, laten we dat doen. Ontzettend bedankt, want ik ben een hoop wijzer en ik hoop de mensen thuis ook.